Ik vind toch dat mevrouw Van der Plas toch met wat weinig respect spreekt over datgene wat we hier aan het doen zijn. Ik vind het wat als je zegt, we zijn een beetje aan het dimdammen. Ik vind dat weinig respectvol. En ik vind het ook weinig respectvol als je zegt, ja, als we zo doorgaan zitten tot 4 uur onze tijd te verdoen. Dit is het hart van de democratie. We zitten met een vertrouwenscrisis met een premier. Het is goed dat collega's daar de vragen kunnen stellen. En dat is ons werk. En als we dat tot 4 uur moeten doen, dan doen we dat. Dan de motie van triple B, nummer 28, over de truckchauffeurs. Die motie wil ik ontramen, voorzitter, omdat we nu niet deze verruiming kunnen doen. Dan motie nummer 27, dat is de motie van triple B, wat ik zojuist hoorde. Dat was voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden. Ja. Mevrouw Van der Plas. Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, triple B. En u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier toen straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet. Nou, en ik eis ook dat dat teruggenomen wordt en dat u onze naam normaal uitspreekt. Voorzitter. En niet alleen vanavond, de komende 4 jaar. De minister. Voorzitter, het is geen zins mijn bedoeling om mevrouw Van der Plas op enige manier te beledigen of wat dan ook. Geen zins. Dus het is de boer-burgerbeweging, 3 keer B. Het woord aan mevrouw Van der Plas, dan mevrouw Pauw Verwij en dan de heer Wilders. En ik wil aan de heer Jetsma van iets korter en bondiger te zijn. Dat geldt trouwens ook voor een aantal van de interrupties. En dat zeg ik niet tegen mevrouw Van der Plas, want haar interrupties zijn altijd kort en bondig. Ik kom uit Deventer en daar woont meneer Jan Strik en die is bekend van die sketch Mand. Kent ja. u die nog? Dus dat even terzijde. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even beginnen om mevrouw Ploemen te bedanken, want zij heeft mij behoed voor een valpartij zojuist in de gang. Mijn veters zaten los en daar heeft zij mij op gewezen. Dus dank u wel. Wordt opgenomen in de handelingen. Dit. Okay. Dit gaat hopelijk niet van mijn tijd af. Ja, voorzitter, we hebben het in het landbouwdebat heel vaak over gif. En dat noemt GroenLinks dan gif. En dat noemen andere partijen bestrijdingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen. En dat geeft ook vaak al aan hoe je erin zit. En ik heb er een fout bij gemaakt. Dus de motie die ik nu ga voorlezen, daar ben ik toch in de verleiding gekomen om het woord gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dus zo zie je maar. Bedankt, voorzitter. Even niet inhoudelijk op de motie, maar ik zou mevrouw Bromet wel willen verzoeken om het dédain in het begin van het voorlezen van ja, zij noemen het gewasbeschermingsmiddelen en wij noemen het gif, om dat niet meer te doen. De discussie over gewasbeschermingsmiddelen en of iets gif is. Iets is pas giftig bij een bepaalde dosis. Die is zeer genuanceerd. En mevrouw Bromet heeft, net als ik, vorig jaar een manifest ondertekend om te stoppen met polariseren. En als ik dan zo'n zin hoorde, denk ik, dan gaan we weer polariseren. Dus mijn vraag aan mevrouw Bromet is om iets meer nuance in haar moties te brengen. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter. Ik denk dat deze interruptie van mevrouw Van der Plas precies illustreert wat ik met mijn opmerking heb weten te bedoelen. En daar komt dan nog een korte reactie op. Ja, dan stel ik mevrouw Bromet voor om de volgende keer dit geen moties meer te noemen, maar emoties. Dus begrijp ik hieruit even kort samenvattend dat het ja tenzij principe hier al geldt? De minister, ja of nee? Ik denk eerder nee tenzij, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dus het is nee tenzij, dus het is niet langer nee. Dan strikt noodzakelijk is, tenzij. Nee, ja, ik bedoelde eigenlijk van, kun je niet zeggen, hè, op 1 augustus stopt het. Nee, dat kunnen we niet. Mits er of ja, ten, ja, nou word ik helemaal, nou ben ik zelf helemaal in de war. Ja. Ik denk dat precies. Het automatisch... Ja, exact. Dit is het moment waarop we de heer Quint dan moeten gaan en stop. Tenzij. Het is allemaal hij vervalt van de tenzij die verlengd wordt, zegt mevrouw de Vries, en dat is helemaal waar. Hij vervalt tenzij die verlengd wordt. Ja, exact. Hij vervalt tenzij zijn die verlengd wordt. Ja of nee? Ja. Hij vervalt tenzij die verlengd wordt. Oké. Oké. Ja, voorzitter.
Ik zou de heer Rutte graag willen vragen of hij niet heel snel een einde wil maken aan deze beschamende vertoning. Het hele land schaamt zich echt helemaal dood. We zien het niet nu, maar we voelen dat wel. Er wordt hier continu gezegd, ik heb er geen actieve herinnering aan. Ik denk dat ik het wel 100 keer heb gehoord. Het is echt totaal ongeloofwaardig. Dus ik wil echt vragen, verlos ons uit dit lijden en geef gewoon toe dat u het er wel over heeft gehad. Pieter Omtzigt is een hele, hele bekende politicus. Dat is hij niet alleen nu en niet alleen vorige week, dat was hij daarvoor al. U gaat mij niet vertellen dat u niet meer weet dat u het woord Omtzigt niet hebt genoemd in dat gesprek. De heer Rutte. We hebben het niet over Pietje Puk gehad, we hebben het over Pieter Omtzigt gehad. Zeker. De heer Rutte. En ik spreek je de waarheid. Ik spreek je de waarheid als ik zeg dat in mijn overtuiging, het spreekt niet over functie, zeker niet elders, of überhaupt ze gaan over Pieter Omtzigt, anders dan in, wat ik wel herken, wie van de twee haalt meer voorkeurstem bij het CDA. Dat klopt, daar hebben we het over gehad, dat herinner ik me. Omdat het ging over de stabiliteit in het CDA en hoe zou dat dan verder uitwerken. Dus dat klopt. Maar dat andere stuk, mevrouw van der Plas, spreekt de waarheid. Mevrouw van der Plas. Ja, u kunt dat nog 100 keer zeggen. Ik weet niet wat er in uw hoofd omgaat. Maar het kan niet zo zijn dat u dat niet meer weet. Dat is echt onmogelijk. En als dat inderdaad zo is, laten we die 0,0001% aannemen dat dat zo is, dan denk ik dat u nu sowieso meteen moet zeggen dat u niet meer geschikt bent als minister-president. Want iemand met zo'n geheugen en keer op keer kan niet ons land leiden in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon totaal onmogelijk. De heer Rutte. Dus of linksom of rechtsom, ik zou zeggen, laten we gewoon stoppen en dan hebben we in ieder geval dit deel van het debat gehad. Mevrouw van der Plas, ik spreek hier de waarheid. Ik heb hier een fout gemaakt. Mijn geheugen is dat hier tekortgeschoten. Wat ik hier zeg is waar. Ik lieg hier niet. En het is verder aan Nederland, Kamer, iedereen om daar iets van te vinden. Tot slot, een laatste punt over het eerst informeren van de Tweede Kamer in plaats van lekker naar de pers. Het is belachelijk dat wij als Kamerleden in de Telegraaf moeten lezen wat de uitkomst is van een katshuisoverleg. Of uit de pers moeten lezen wat de nieuwe maatregelen zullen worden. Afgesproken is dat de Kamer eerst wordt geïnformeerd. En zeg niet dat dat niet kan, want we hebben daar een hele mooie tool voor. En die tool die heet WhatsApp. Maak gewoon een appgroep aan, 150 Kamerleden. Typ een berichtje, druk op verzend en we zijn alle 150 in één keer geïnformeerd. Het is 2020, mensen. Maak gebruik van de middelen die er zijn. En daarom dienen wij ook een motie in om die appgroep aan te maken, zo snel mogelijk. Die motie komt in de tweede termijn. En als nodig is, dan wil ik de groep wel aanmaken. Ik ben best goed op social media. Dank u wel. We hebben in ieder geval een beheerder van deze appgroep. Dank u wel, voorzitter. Gaat ze hem echt indienen? Ja, ik ga hem echt indienen. Even voor de duidelijkheid. Er zijn appgroepen waar je als beheerder alleen kan zenden. Hè? Dus er komen geen LOL-emojis of memes of allemaal duimpjes omhoog. Daar gaat dit om. Wie de beheerder wordt, daar kunnen we nog over dimdammen trouwens hoor. En gaat verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. Een opmerking over dat laatste. We hebben decennia lang een bepaalde manier om een motie te beginnen en te eindigen. En er is ook een commissie van de werkwijze waar dit misschien best een interessant idee is om dat een keer te bespreken of het ook anders kan. Ik sta als uw voorzitter ook open voor veranderingen in. Maar ik wil u vragen voor deze motie het gewoon even op de manier te doen zoals het hier gebruikelijk is. En gaat over tot de orde van de dag. Dus ik hoop dat ik u daar mee in krijg en dat ik in ieder geval richting de commissie van de werkwijze, waar u zelf trouwens ook van harte welkom bent, om dit soort suggesties daarin mee te nemen.
Wij hadden het reglement van orde erop nageslagen en zagen eigenlijk nergens dat dat verplicht was. Dus... Dat klopt helemaal. Er staan heel veel dingen niet in het reglement van orde. De maiden speech, de spreektijden. Dat zijn de zogenaamde gebruikers. Dus ik hoop dat ik u daarin een beetje mee kan krijgen. Anders krijgen we heel veel diversiteit qua moties. En het is al wat om dat allemaal ook voor de bodems en iedereen een beetje in goede banen te leiden. Dank u wel voor het begrip. Mag ik u bij deze motie dan nog wel één keer zeggen? Want als u hem daarna misschien aanpast, dan als we dat kunnen afspreken, dan kunt u hem indienen en dan past u hem aan. En dan zijn wij blij en dan doen we een suggestie richting de Commissie van de Werkwijze. We gaan het inderdaad over hebben. Ja, voorzitter, maar daarmee zegt de heer Van Haga toch iets anders dan dat ik zijn partij de afgelopen week in ieder geval in de media heb zien afficheren met posters. De heer Van Haga net zei, want ik begreep volgens mij te horen dat hij zei dat hij de poster van de week ongepast vond. Ja, want ik vind het iets te gemakkelijk, want ik vind het wel een beetje een patroon. We hebben natuurlijk de poster gehad die volgens mij heel veel mensen pijn heeft gedaan en waar hele heftige reacties op zijn gekomen en terecht. Ik ben blij dat u ook aangeeft dat het ongepast is geweest. Mevrouw van der Plas. Ja, voorzitter. Ik zou graag verzoeken, als we hier nu een debat gaan houden over de poster van Forum voor Democratie, dat we dat gewoon even gaan doen of liever niet doen. We zitten hier voor een heel ander onderwerp. En als nou zometeen, we zitten hier met 17 partijen. Als elke partij meneer Van Haga nou zometeen gaat aanspreken op een poster die door zijn partij is geplaatst. En hij moet zich 17 keer gaan verantwoorden daarvoor. Ja, sorry, daar heb ik geen zin in. Dan ga ik naar mijn kantoor, ga ik even andere dingen doen. En dan kom ik terug als we het weer over de wet gaan hebben. Dus ik wil eigenlijk verzoeken aan de partijen hiermee te stoppen. Hier gaat het helemaal niet over. En laten we nu inderdaad echt overgaan tot de orde van de dag. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Ik wil eigenlijk even helemaal terug naar het begin. Want we zijn hier om 9:45 begonnen. Als we zo doorgaan, dan staat de heer Rutte hier tot 3:00 vanmiddag. Helemaal aan het begin werd er gewoon een hele goede vraag gesteld door de heer Wilders. En dat ging over die motie. Dat het allemaal bekokstoofd was. Ik vind het ook een schoffering naar de heer Cenk Willink. En ik spreek ook de Kamerleden hier nu even op aan. Sorry, ik ben geen voorzitter, maar ik wil dat wel even doen. Alles loopt hier door elkaar heen. De heer Rutte die wordt aangesproken als VVD-fractievoorzitter. De heer Rutte die wordt aangesproken als premier. Volgens mij staat hij hier als fractievoorzitter van de VVD. Dus ik zou ook graag willen dat de discussie dan daartoe beperkt wordt. Ik bedoel, ik hoef de heer Rutte niet te verdedigen. Maar als we het nou hebben over nieuwe bestuurscultuur en over nieuw leiderschap en over het vertrouwen herstellen tussen overheid en burger, dan moeten we vooral hier met z'n allen gewoon bijna 2 uur lang over allerlei details, en ik heb van alles al voorbij horen komen. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. En ik denk dat de burgers thuis daar ook helemaal geen zin in hebben. Ik zou heel graag terug willen naar die eerste vraag van de heer Wilders. Hoe zit dat met die motie? Is alles al bekokstoofd? Dus mijn vraag is eigenlijk concreet. Kunnen we vragen of die motie gewoon nu in stemming wordt gebracht? Dan weten we dat. Er steun is voor het voorstel van mevrouw Van der Plas om nu al over de motie te gaan stemmen. Dat lijkt mij... Ja. Voorzitter, het is volgens mij geen ordevoorstel. De motie is nog niet ingediend. Ja. Met alle respect, laten we doorgaan met het debat. Ja. Er wordt straks een motie ingediend. Dan kunnen we er een strik omheen doen. Dan gaan we stemmen. En dan zullen we zien wat de verhoudingen zijn. En dan kunnen we dat gewoon om 3:00 afronden. Ja. Volgens mij is er geen steun voor uw verzoek, mevrouw Van der Plas. Dat weet ik niet. Ik hoor alleen de heer Klaver iets zeggen. Ik heb even rondgekeken in de zaal. Er is geen steun voor het verzoek. Ja, iedereen wordt allemaal heel boos op mij of op mijn voorstel. Nee, dat maakt ook niet uit. Dat mag. Ik deel uit, ik kan ook incasseren. Maar zou het dan misschien kunnen dat we eventjes afkoelen, even gewoon een half uurtje schorsen, dat iedereen het er even over heeft van, ja, wat willen we nou met die motie? Willen we misschien alvast op de mail? Willen we alvast in stemming hebben? Dat we dat niet nu in de hitte van de strijd even beslissen. Dan kunnen we heel eventjes daarover nadenken. Kunnen we misschien even naar buiten een rondje. Er staan overigens ook mensen van de kermis buiten op het plein om een pamflet aan te bieden. Zouden we ook nog even naartoe kunnen lopen. En dan gewoon over een half uurtje al nadenken, terugkomen en dan even besluiten wat we doen. Want de meningen zijn wel zeer verdeeld hierover volgens mij. Dat is mijn indruk. Uw punt, dit is een punt van orde. U stelt voor om een half uur te schorsen. Ik ga dit gewoon voorleggen aan de Kamer of er behoefte is aan te schorsen.
of dat we gewoon doorgaan met het debat. Want mevrouw Simons wacht ook al een tijdje om haar vragen te kunnen stellen. Dus het lijkt me heel goed om in ieder geval het punt van u, mevrouw Van der Plas, voor te leggen aan de Kamer. Is er behoefte aan een half uur schorsen of gaan we door nu met het debat? Ik geef gewoon iedereen even het woord. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, als je ziet hoe de nieuwe bestuurscultuur zich ook hier aan de interruptiemicrofoon heeft ontwikkeld de afgelopen twee uur, dan zou je misschien toch moeten overwegen sommige van de elementen van de oude bestuurscultuur ook te willen houden. Ik ben tegen het voorstel om een half uur te schorsen. Ja. Ik vind het ook, eerlijk gezegd, onverstandig om een motie waarvan de tekst nog niet met de Kamer is gedeeld, daarover te willen stemmen en die volgorde om te draaien. Ik ben het zeer eens met wat de heer Klaver daar net over zei. Laten we het debat hernemen en ons beperken tot waar het debat over zou moeten gaan. Dank u wel. Doorgaan. Voorzitter, ik vind toch dat mevrouw Van der Plas toch met wat weinig respect spreekt over datgene wat we hier aan het doen zijn. Ik vind het wat als je zegt, we zijn een beetje aan het dimdammen. Ik vind dat weinig respectvol. En ik vind het ook weinig respectvol als je zegt, ja, als we zo doorgaan zitten tot 4 uur onze tijd te verdoen. Dit is het hart van de democratie. We zitten met een vertrouwenscrisis met een premier. Het is goed dat collega's daar de vragen kunnen stellen. En dat is ons werk. En als we dat tot 4 uur moeten doen, dan doen we dat. En het is aan de individuele leden zelf te bepalen of dat zinnig is. Omdat je namelijk verantwoording aflegt aan degene die op je gestemd hebben en niet aan mevrouw Van der Plas. En het tweede is, het lijkt mij onzinnig om nu te gaan schorsen, want dan zijn we om 4:30 klaar. Dank u wel. Ik zie, even af te concluderen, dat er, als u één tel heeft, ik zie dat er geen steun is voor het voorstel van mevrouw Van der Plas om een half uur te schorsen. Ik geef het woord even aan mevrouw Van der Plas en dan stel ik voor dat we heel snel doorgaan. Allereerst met mevrouw Simons, want die heeft echt, die staat al een tijdje te wachten. Mevrouw Van der Plas, tot slot. Ja, omdat ik persoonlijk word aangesproken, wil ik daar wel even op reageren. Ik heb hartstikke veel respect voor deze Kamer. Wij staan hier voor burgers in Nederland. Nou, daar heb ik meer dan veel respect voor. Wat ik wil voorkomen en wat ik constateer hier, is dat dingen door elkaar heen lopen. Dat ik hoor vragen en opmerkingen over de functie als premier, maar ook als de functie van als fractieleider van de VVD. Dat is wat ik wil voorkomen. Dat we hier dus allemaal dingen door elkaar heen gaan doen. En dat we daardoor lang hier in de Kamer zitten. Mij maakt het echt niks uit. Ik wil wel tot morgenochtend 10 uur gaan vergaderen. Als het maar echt goed over de inhoud gaat. Weet je, ik ben nog nooit dood gegaan van hard werken. Tot 4 uur 's nachts debatteren vind ik ook helemaal niet erg. En ik vind zeker niet dat we hier onze tijd aan het verdoen zijn. Ik wil alleen, nieuwe bestuurscultuur. Dat we even gewoon, mand doen. U heeft uw punt gemaakt en u heeft helemaal gelijk dat de heer Rutte staat hier als leider van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. U vroeg helemaal in het begin om geen motie te doen met kabinet te verzoeken, maar dat wil ik toch wel doen. Ik wilde wel graag vragen totdat als meneer Rutte klaar is met praten dan. Ik wil eigenlijk vragen of mensen weten wie Beppi is. Weet iemand Beppi? Nou, Beppi is een groot bronzen beeld voor het hoofdkantoor van Albert Heijn. Ik weet niet of iemand daar wel eens binnen is geweest. En daar staat een, dat beeld is een vrouw met twee grote zware boodschappentassen. En dat symboliseert eigenlijk de persoon voor wie Albert Heijn het doet. Dat staat er ook letterlijk met een plaquette. Opdat wij niet vergeten voor wie wij het doen. Wij willen eigenlijk ook wel zo'n Beppie. Laten we het dan maar de boer-burger Beppie noemen. Dat hoeft niet, maar dat is zeg maar onze werktitel. Op het plein hiervoor bij de Tweede Kamer. Zodat alle Kamerleden en alle medewerkers die 's ochtends naar binnen lopen, een beeld zien wat burgers uitbeeldt. En dan ook met een plaquette van opdat wij niet vergeten voor wie wij het doen. En dat als elke dag als je binnenloopt, dat je weet, hier staan wij voor. Dit is hier, we worden er nu aan herinnerd voor wie wij werken. Als je naar een nieuwe bestuurscultuur gaat, zou dit een eerste symbolische stap kunnen zijn. Maar zo'n beeld moet natuurlijk geen miljoenenproject worden. Dus wij wouden eigenlijk voorstellen om daar maximaal 1.000 euro aan uit te geven, bijvoorbeeld een studentenproject van te maken. 1.000 euro is ook symbolisch, want dan hebben ze iets, dan geven we toch die 1.000 euro die beloofd is terug aan de burgers, maar dan in de vorm van een beeld.
Dus ja, daar wou ik eigenlijk een motie voor indienen. Mag ik u een suggestie doen? Ja. Het kan natuurlijk ook een oproep aan de Tweede Kamer zijn, hè? om dat te doen. En we hebben ook nog een kunstcommissie, dus het hoeft niet per definitie aan het demissionaire kabinet. U gaat over uw eigen motie, maar dat wil ik nog even toevoegen, dat het ook een oproep kan zijn aan de Tweede Kamer om dat te regelen. Ja. Maar dat is aan u. Dat kan. Dan wil ik die commissie op zich wel formeren. Maar ik zou het wel echt heel mooi vinden als we zoiets zouden doen, omdat dat echt dus het symboliseert. Het symboliseert wel echt voor wie je werkt. Dus het kan ook commissie zijn. En dan zou ik wel graag voorzitter van een commissie willen zijn. Want dan weet ik zeker dat de commissie er ook komt. Er is er al, ik wil u niet teleurstellen, maar er is dus al een kunstcommissie. Een werkgroep dan. Misschien dat wij het daar nog een keer uitgebreid samen over gaan hebben. Het woord is aan mevrouw Van der Plas voor haar motie. Niet te lang over dimdammen. Ik stoor me wel een beetje aan het feit dat hier heel erg over partijen wordt gesproken en over het feit dat een partij een bepaald standpunt heeft en daarom de Kamervoorzitter dan niet kan leveren. Notabene de SP is degene geweest in 1996 die heeft voorgesteld dat kandidaten voor het voorzitterschap worden gekozen op basis van kwaliteit en niet op basis van partijpolitieke standpunten. Dus dat wil ik wel graag even in herinnering brengen. Precies 25 jaar geleden, dat door de Socialistische Partij, de heer Jan Marijnissen, is bedongen. Dus dat wil ik eigenlijk de collega of de ambtsgenoten wel even meegeven. Ik kan me voorstellen, mevrouw Luijten, daarop wil reageren. Mevrouw Luijten. Voorzitter, mijn vraag was natuurlijk niet over de kwaliteit van de heer Bosma, maar over wat zou voorzitter Bosma moeten zeggen als vertegenwoordiger van ons allemaal tegen dat jongetje? Ja. En daarop kwam geen antwoord. Kijk, als mijn collega Markussauer had gezegd, natuurlijk, hand door het haar, je hoort erbij, jongen, dan was het klaar geweest. Ja, ik hoef... De heer Markussauer zat in zijn groef, kon zich niet voorstellen dat zijn voorzitter dat kon doen. Dat was mijn vraag. En ik zal die vraag zo meteen ook gewoon aan de heer Bosma stellen. Als het over de kwaliteiten gaat en over de dingen die wij belangrijk vinden, heb ik dat in mijn termijn gesteld. Daar heeft u mij geen partijlijn horen noemen. Sterker, ik heb het gehad over oppositie-coalitie. U heeft mij ook geen vraag gesteld, dat hoeft ook niet. Ik heb nog niemand uitgesloten, maar ik heb juist op het uitsluiten van 1 miljoen mensen van de partij PVV gevraagd hoe moet de voorzitter daarmee omgaan. En daar kwam maar heel moeilijk een antwoord op van de heer Markussauer. Dus wat u nu zegt over de heer Marijnissen 25 jaar geleden, daar staan wij volledig achter. Maar juist, hoe gaat een partij met stevige standpunten om met een voorzitter die er eigenlijk afstand van moet nemen, daarnaar was ik op zoek. Toch een persoonlijk feit. Mevrouw Van der Plas laten reageren, kort. En dan stel ik voor dat u uw bijdrage levert. Want ik hoef hier niet de PVV te gaan verdedigen. Ik roep alleen in herinnering dat er in 1996 door de heer Jan Marijnissen van de Socialistische Partij hier in de Kamer is ingebracht dat voorzitters worden beoordeeld op hun kwaliteit en niet op hun partij. En dan worden dingen gezegd over de PVV, maar er worden ook dingen gezegd over D66. Het enige is, wil ik meegeven, dat straks in de overweging, dat ook meespeelt. Want dat speelt bij ons in ieder geval mee. Wij kijken naar de kwaliteit en wij kijken niet naar de partij. Absoluut niet. Dat is het enige wat ik wilde meegeven. Het was ook niet tegen u persoonlijk bedoeld. Er zijn meerdere mensen hier geweest die het over de partij hebben gehad en over partijstandpunten. Voor mijn gevoel, maar goed, ik ben niet de heer Bosma, voor mijn gevoel is daar gewoon op geantwoord. Dat is het enige waar ik mee wil beginnen. Dat als we er straks gaan stemmen, dat we daar aan denken. Ja, voorzitter, notabene de SP zei het die hier in het debat mensen aan het uitsluiten is. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb een serieuze vraag gesteld aan de partij waar de heer Bosma lid van is, die stevig standpunt heeft wat niet uitgaat van één samenleving. Dat doen we in andere debatten ook. Als mevrouw Van der Plas benieuwd was geweest of wij een partij uitsloten en op welke gronden, dan had ze die vraag eigenlijk moeten stellen in mijn termijn. Maar nu zeggen, ja, Jan Marijnissen 25 jaar geleden iets heel wijs, hij heeft heel veel wijze dingen gezegd. Zeker. En dat is niet in lijn met wat er vandaag is gezegd door de SP. Dat vind ik eigenlijk een beetje aanmatigend, want dat was nou precies wat ik niet deed. Ik was op zoek naar welke ruimte heeft de heer Bosma om straks onafhankelijk iets te doen. Helder. En die ruimte werd hem
zes keer vragen. Helder. Misschien gegeven. Ja. We gaan door naar de heer Marcus over heel kort. Ja, ik heb niet vaak een persoonlijk feit gemaakt in dit huis. Maar nu moet ik dat toch doen ten opzichte van mevrouw Leijten. Ik noem het toch het woord smerig en gelieg. U liegt over mij, mevrouw Leijten, en u vreedt mij op een hele smerige manier. En dat past u niet, dat past uw partij niet en dat past dit huis niet en dat hoort ook niet thuis in het debat. Ik heb niet gezegd dat kinderen die hier opgroeien in Nederland geen toekomst hebben. Ik hoop dat elk kind een aai over de bol krijgt van wie dan ook de Kamervoorzitter is. Ik heb het gehad in mijn antwoord op uw vraag en u luistert niet eens naar het antwoord. U zit zo vast in uw eigen voorbereide interruptie en u herhaalt het weer. Meneer, u zit er zo in vast. We zien een probleem met een dubbele nationaliteit. We beschouwen dat als een formele incompatibiliteit met het actieve en passieve kiesrecht. Dat is het. En ik heb gezegd dat elke voorzitter die er dan ook is, gewoon moet doen dat wat de wet en de regelgeving van een land is. Ik kwam er prima uit. Ik heb dat niet gezegd wat u mij net in de mond legde. Ik heb dat niet gezegd. U liegt daarover. Meneer Marcus, en u schetst een onwaar beeld over mij. Onacceptabel. En het doet ook af aan de geweldige kandidatuur van onze Martin Bosma. Nou, voorzitter, en het past u niet, mevrouw. Als hier iemand afdoet aan de geweldige kandidatuur van de heer Bosma, want die kan zeker goed, voorzitter, kan ook dingen er doorheen jassen. Wat is nou precies de leugen? Ik legde aan mevrouw Van der Plas uit. We gaan geen vragen weer stellen, mevrouw Leijten. Voorzitter, ik legde aan mevrouw Van der Plas uit waar mijn vraag vandaan kwam, waarop ik een ander antwoord had verwacht en wat blijkbaar heel moeilijk was. Wat daaraan de leugen is, vind ik wel heel erg makkelijk. Je kan zeggen dat iemand liegt. Het is hier gewoon in de openbaarheid. Mensen moeten het maar terugzoeken. Mevrouw Waar Luiten. Is dat nou een leugen? Mevrouw Luiten, we hebben dit debat nu gevoerd. Ik zeg het tegen u beiden. En er zit daar meneer Bosma. Ik zie dat er trouwens de derde kandidaat inmiddels niet meer in vak K zit. Dus er gaat iets mis. Dat is wel weer. Ik zou door willen met de bijdrage van mevrouw Van der Plas. We zijn bijna aan het einde van uw inbreng. En dan gaan we daarna luisteren naar de antwoorden van de drie kandidaten. Nou, voorzitter, iemand mag wat ik zeg en wat ik vind smerig vinden. Maar als iemand zegt dat ik lieg, dan vind ik eigenlijk wel dat iemand moet aanwijzen waar dat dan de leugen is. Ik verklaarde aan mevrouw Van der Plas. U kunt er doorheen schreeuwen, geen enkel probleem. Ja, ik ga de handelingen nakijken. Dat zal ik de heer Marcus Sauer ook adviseren. Maar ik vind, als je zegt er wordt gelogen, zeg dan wat de leugen is. Want anders wordt dat wel heel erg leeg. Oké. Mevrouw Van der Plas, was u zo ook begonnen als u had geweten wat u had losgemaakt? Nou, ik wilde gewoon iets in herinnering roepen, maar kennelijk maakt dat heel veel emoties los. Aan u het woord. Ja, ik ben nog niet de tijd voorbij. Nee, zeker niet. Gaat de gang. Goed, ja. Ja, wij zijn een beetje verwonderd over de omgang met elkaar in de Kamer. Kijk, scherp zijn mag. Maar af en toe hebben wij wel gemerkt dat hier een bepaald dédain neerdaalt naar mensen. En dat we het idee hebben, dat wordt een beetje steken onder water gegeven. Er wordt gesneerd in antwoorden. Een beetje het gevoel krijgen dat, ja, dat de een zich verheven voelt boven de ander. Dat heb ik afgelopen week eigenlijk een paar keer gezien. Ja.